Dat is zeker niet de bedoeling. Met die vechtpartij hebben wij niets te maken. Alles verloopt goed tot er met blikken werd gegooid. En toen er met blikken werd gegooid, was het een beetje uit de hand gelopen. De initiatiefnemers vinden het spijtig dat de Harlem Shake mislukt is. Ook de negatieve berichtgeving hadden ze niet verwacht. Er waren mensen van Limburg, Gent, Brussel, Antwerpen, noem maar op. Het was eigenlijk een multicultureel, zou ik zeggen. Er waren verschillende culturen aanwezig. En ze moeten zeker vast niet zeggen dat er alleen maar allochtonen aanwezig zijn en dat de allochtonen de openbare orde hebben verstoord. Dat is zeker vast niet. Toch werd nog een filmpje van de Harlem Shake opgenomen. Een van deze dagen komt een volledige versie op het internet.